Wil jij picknicken met de pop? En de kleren moeten dat ook nog! En de baby eten geven. Echt super, super hulpjes zijn jullie hoor. Nee. Hallo, hallo. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn... De Beengaast familievloggers. Familievloggers. En wij zijn gisteravond laat weer thuisgekomen van onze herfstvakantie. Want we zijn lekker op vakantie geweest bij Landal, bij de Reewijkse Plassen. Lu, waar we ontzettend veel leuke dingen hebben gedaan. Hopelijk vonden jullie het leuke vakantievlogs. Hopelijk vonden jullie de winacties ook leuk. We hebben heel erg ons best gedaan om leuke winacties voor jullie voor elkaar te krijgen. En volgens mij hebben we iedere dag van de vakantie winacties gehad. Zelfs één dag twee winacties. Dus als je die vlogs nog niet hebt gezien, kijk ze even terug. Doe mee met de winacties. Like ook even de social media van natuurlijk degene met wie we de winacties samen hebben. Want daardoor kunnen we dus winacties aan jullie geven. We zijn weer lekker thuis. We hebben vanochtend lekker rustig aangedaan. Uitgeslapen. De boel aan het opruimen. Mijn vader die gaat vandaag komen uit Zuid-Frankrijk. Opa en oma Frankrijk. Oma die is nog in Frankrijk. Maar opa die komt even overvliegen. Omdat mijn zusje in Nederland is komen wonen een tijdje geleden. Voor degene die ons langer volgen. Mijn zusje heeft altijd in het buitenland gewoond. En die woont sinds een paar maanden in Nederland met haar vriend. En mijn vader komt even over om te kijken naar het huisje wat ze heeft. Om daar wat verbouwingsdingetjes aan te passen. En ook even te kijken welk plekje ze heeft nu natuurlijk. En die komt zometeen hier ook eventjes op de koffie. Hartstikke leuk. Even kijken naar de kindjes. Volgens mij heeft opa Frankrijk de puppies nog niet gezien. Dus ook even de puppies bekijken. Dus weer een... Ja, die komt vandaag even op visite. Die is bij tante Iris en oma Anthony. En die komt zo meteen even bij ons een bakje koffie drinken. Dat is leuk, hè? Hey. Dat is leuk. Dus ja, de stand van zaken op dit moment. Luan die is dus hier aan het spelen, zoals je ziet. Hij heeft zijn muts aan van de koekjesfabriek die hij heeft gekregen. En wat had je nog meer op je schouder? Waarom heb je dit pak zo raar? Kijk, hij heeft een echte... Bollo. Ik kan het niet goed zien. Hij heeft een echte... Hoe weet je het? Bollo-tattoo. Oh ja. Een bollo-tattoo. En wat heb je daar gedaan met mijn telefoon? Ja, een klein filmpje gemaakt. Heb je een filmpje gemaakt? Van Woezel en Pip. Van Woezel en Pip. Nou, die zijn ook weer lekker thuis. De speelgoedjes liggen hier. Luan heeft hier zijn bollo cd'tje aanstaan. Zeg maar weer wat harder, jongen. En ik heb hier lekkere broodjes in de oven gedaan. Ik heb al even uitgezet, want die zijn klaar. Daniel zit boven de was te doen, want we hebben ook weer bergen met was. Nou, Luan gaat even verder met dansen. Lucilla zit boven bij papa. Filmpje te kijken. En Daniel is aan het strijken op het moment. Vanochtend alles uitgepakt. Gisteravond ook al half alles uitgepakt. Nou, de kinderkamertjes zijn er weer. Lekker weer in ons eigen bed, jongens. En wat hebben wij ons grote familiebed gemist. Hey, hallo. Kijk eens. Wie hier zit. Hebben we Lucilla. Bonjour. We hebben papa de wasman. Fijn om te heb je wel lekker geslapen, hè? Familiebed. Ja, vanochtend op het toilet zat in de badkamer uitkeek in het park zat. Ja. Toch wel ons huisje gemist. Ja. Kijk jongens, oh heerlijk. We hebben hier met z'n allen in geslapen vannacht weer. Ja, wat is er? Wat ben jij aan het doen? Oeh. Ben jij How Do You Do aan het kijken? Dat is een ander liedje. Heb je lekker geslapen? Ik kijk eens weer Lucilla is weer de poppenfilmpjes aan het spelen. Even aan het kijken. Oh, Lucilla weer de poppenfilmpjes. Hier? Ik ga het ontbijt klaarzetten en dan gaan we zo meteen even snel ontbijten. Want opa Frankrijk staat zo voor de deur. Wil jij kaas op de brood? Nou, we zitten even lekker aan ons ontbijtje. Lekker wel, mama. We zaten op een ontbijtje. Wat is er, Lucille? Wipap, pipap. Met een wipap. Nou, wat willen jullie op jullie croissantje en broodje, kinderen? Nou, doe maar jonge kaas. Maar dat wil ik gewoon op eten, maar niet op een broodje. Oké. Nou, en wat wil jij erop, Sil? Ik wil een hagelslag. Hagelslag, natuurlijk. Nou, we hebben nog wat dingetjes over van de vakantie. Kijk eens, je hagelslag. Papa die snijdt even de broodjes. Nou, eet smakelijk. Yes. Er is visite. Visite. Wie is er op visite, Luan? Wie zijn daar? Wie zijn daar? Hallo familie, kom erin. Hoi. Naar opa en Iris, kom er gezellig in. Lekker eten. Oh. Even hoezo? Oh, even gezellig, een familieontbijtje. Gezellig aan tafel. En dan zie je echt wel een hartelijk. Clubje bij elkaar. Nou, doen we een koekje bij de thee. Punseliekoekjes.
Echt waar? Kijk, grappig hè. Nou weten we hoe hard hier hebben voor gewerkt is door meneer Punseli. Hè? Ja, echt wel. Ik ga de vaatwasser even inruimen. Ik ga zo wel even. Ja. Nou, gezellig. Dit is gezond. Oké. Helemaal meteen. Wow. Hij heeft Luan die gemaakt. Ja. Heb jij die koekjes gemaakt? Ja, gezien. Ja, wij hebben het gezond. Mmm. Echte stroopkoek. Dit is heel bijzonder, want dit recept is van meneer Punseli zelf. Die is 65 of zo. Ja. En die is de enige die het recept weet. Zelfs als een medewerker weet hij het recept niet. Oké. Okay. Dit zit erin. Cadeautjes. Oh. Dus nu was dat ook eens. Cadeautjes van opa en oma Frankrijk. Maar jullie zijn toch helemaal niet jarig? Ja, dat weet ik wel. Wat kijk je? Het is vooral als je in de winter heb je koude handen en dan kun je die eventjes in de magnetron leggen, geloof ik. Oh. En dan is het een handenwarmer. Oh, wat leuk! Ja. Oh, dat is een leuk origineel cadeau. Zomaar uitgezocht, denk ik. Ja. En nog een cadeautje. Ja, die mag je ook uitpakken. Nee. Leuk. Nee. Nog één? Nee. Oh, bij twee cadeautjes. Ja. Nou. En wat is dat dan? Wat is het? Kijk eens, wat is het? Dat is een... En dit is een... Huisje. Dan is het een vogelhuisje. Nou... Ja, en die moet je zelf in elkaar maken. Oh. Zelf maken. Dat vinden jullie leuk. Dan kun je hier buiten daar aan de balletjes ophangen. Dan kun je de vogeltjes zien die erin vliegen. Daar kunnen we een vlogje van maken. Hé, hey, een Frans vogelvlogje. Dankjewel. Dankjewel, opa en oma Frankrijk. Oh, dat is leuk. Hoi. Jongen. Dit is zelfs prinsessenbed. Het prinsessenbed. De babykamer is toch niet klaar hoor. We hebben alleen alles eruit gehaald, zeg maar. Deze gaat er ingericht. Kijk, dit was kantoor. Ja. 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 Nou, dat is een mooie ruimte ervoor. Ja. De babykamer. Ja. Zo. Kijk, ze hebben een discokamer open. Hé, hey, wat blitz hè. Dit is de Luan en Lucilla discotheek. Oh, dat is leuk. Hey, en een nieuwe bed. Een hoogtebed. Oké, okay, open. Een hoogslaper. Gaat dat Lucilla? Ja. Oké. Okay. Laat zo. Kijk, tada! Dat is een tweede woning. Ja, hè? Yes. Zo. Daar kun je... Daar kan opa bij in. Oh, hier is. We kunnen vanavond allemaal hier slapen. Ja. Met z'n vijven. Dat zal in één bed. Wat zijn jullie aan het kijken, jongens? Bolo de Bolo hebben, de handpopjes. Dan is die altijd nog dicht bij jullie, hè? Ja. Ja. Bolo Egel en Berry. Lekker kijken. Ik ga de was ophangen, oké? Okay? Mama is aan het stofzuigen. Tot zo. We zijn even Woesel en Pip uitlaten. Lucilla en Luan zitten op de fiets. Samen op één fiets. Kijk. Nou, bij Luan op de fiets. Nee hoor. Goed zo. Het is net zo'n vakantie. Het is ook wel lekker om weer lekker thuis je eigen stekje rond te wandelen. Kom maar. Ik weet niet of jullie het herkennen, maar ik ben heel erg verkouden. Waarschijnlijk van die hele erge weersverwisseling. Van heel warm naar nou weer echt zo'n herfstdag. Word ik heel snel verkouden, maar goed. Even zo lekker een frisse neus halen, dat is ook altijd lekker. Woezo Pipje, hier blijven. Waar gaan ze nou weer naartoe? Waar gaan ze nou weer naartoe? Melu? Goed zo jongen. Wat heb je daar geplukt, Lucilla? Wat is dat? Lucilla heeft er een laatste bloemetje weten te plukken. Ja,
een bloemetje. Van wie heb je die geplukt? Van Woesel. Van Woesel? Ah, lief van jou hoor. Kom maar, gaan we naar papa toe. Ook voor Pip. Ook voor Pip. Nou, Luan die is al bijna thuis. Kijk, daar is hij al. Super. Gaan we weer. Een lekker afrootje van. Eén voor jou en één voor je zusje. Helemaal aanstellen. Van Frank en Jan. Van Frank en Jan. Lekker gezond hè, van Frank en Jan. Ja. Kijk eens, van Frank en Jan. Een lekker appeltje. Van Frank en Jan. Oh, bananenman. Ja, bananen. Bananenvrouw. Boop, 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 boop. Bananenvrouw. Ja. Heb je het gisteren gezien? Ja. Hoe heet hij ook weer? Neushoornvogel, hè? Heeft een stuiterbal. Doe maar zo hard als je kan. 1, 2. Op de grond. Op de grond gooien. Bang, 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 bang. Een stuiterbal gewonnen. Ja, ja, een stuiterbal gewonnen. Dag bij de loempia's. Mama zegt, papa, ik heb zo zin in. Je hebt de meeste lumpia's. En papa die heeft zijn winterkleding binnen. Mooi truitje, nog een mooi truitje. En hey. Wat zijn jullie dan, druifjes? Ja, ik verpassen. Zitten jullie in een suikerwinkeltje? Ja, dit is een suikerwinkeltje. Oh, verkopen jullie pakken suiker? Ja. Oh. Nou, zullen we naar de kassa gaan? Kom, kijk eens. Ja. Ja, maar suiker is niet goed voor de tandjes. Maar 2 centjes, dan mag je niet. Nou, let's go. Ja, nou, papa. Ja, oké, gaat er genoeg in? Papa met een rolband. Goed zo. We rollen het op, man. Ja, met een rolband. We zullen nog steeds een lekker appeltje. Goed zo. Je kan er net niet bij, hè? Ja, oh, je kan er net bij. Papa is een nieuwe herfstling. Ja. Nou, we hebben genoeg voor van de week, hè papa? Kijk, en mama weet de indeling van de kastjes, dus mama zegt, laat mij de tassen maar indelen. Ik heb hier mijn 3 herfststukken. Ja, ik ben helemaal klaar voor de winter. Klaar als Kees. Simpel. Hey jongens, de wandeling van de politie, ga je een auto rijden, prinsesje? Oh, nou je stond, je had de politie boos. En broer, hey jongens, wat mag er niet van de politie? Oh, stella. Wij zijn weer thuis van boodschappen doen en Daniel wil heel graag voor jullie een papa shoplog opnemen. Dus hier komt hij. Geniet ervan. Oh, hallo lieve kijkers, ik ben Daniel Bellinga. Welkom in de papa Bellinga shoplog. Dit is mijn eerst gescoorde truitje van de Lidl. Ik ben er blij mee. Nu komt truitje nummer 2. Oh, de prijs. Ze willen altijd de prijs weten. €9,95. Nou, stel aan, kijk eens. 3, 2, 1. En dit is mijn tweede truitje in het Bordeaux rood voor €9,95. Pas mooi op mijn broerbak. Hij loopt er ook echt bij als een jerommeke, hè? Zo. Hij is er zelf echt heel erg trots op. Tegenovergestelde van mij. Ben je op de kop? Wat gaan jullie doen, kinderen? Naar memory. Bollo memory. Dat is leuk. Ik kreeg een bollo. Ja. En de laatste final dan is deze heerlijke winter herfst poelie. Kleur. Alsof ik het te warm heb. Oeh, sexy. Wat een kleur, wat een kleur. Ja, deze was ook €9,95 en deze is 5,95. Nou, goed geslaagd. En mijn mooie zwangere vrouw pakt de boodschapjes nog eventjes in, hè? Cool, ja. Dat mag niet tillen, hè? Nee, moet je ook niet doen op de knieën. Ja, maar ik zit het zo niet, anders moet ik het zien. Oh, oké. We kunnen erop staan, Ik zet het hierop. Dan zet ik het weer eerst hierop en van hier in de kast. Wij zeggen, beste team, ik ga het wasje nog even uithangen. En jij richt de boodschapjes in. Dag, mijn liefste. Een baby een poepie gedaan? Ja. Oeh. Vies. Ja, dat is wel vies, ja. Dat is niet
opeten. Nee, gaat ze derry. Nee, niet kaartjes meer. Nee. Wat doe je dat goed, Lucilla? Papa, vieze poepie. Een nep poepie, hè? Nep. Ondertussen, oh. Ik ben zo verkouden, jongens. Sorry hoor. Ja, oh. Sorry jongens, ik ben zo verkouden. Volgens mij heb ik ook een hele rode neus. Maar jullie weten waarvan het komt. Maar goed, ik was dus eventjes bezig. Ik was even bezig met een lunch te maken. En ik had nog wat tomaten in de kast liggen, die, of in de koelkast liggen, die ik op wil maken. Dus ik heb hier wat tomaatjes. En ik heb hier kaas gedaan. Dus van die kaas van die kaasboerderij die we nog van vakantie hadden. En een beetje pesto. En ik denk, dan leg ik gewoon zo'n plakje kaas. Leg ik dan zeg maar een beetje zo. Kijk hoor. Een beetje zo. Zo op zo'n ding. Op zo'n tomaat. Dan ga ik daar een beetje pesto op doen. Of even opmaken. Zo. Doe ik daar een beetje pesto op. Ik weet niet of jullie mij kunnen zien, maar ik heb even twee handen nodig. Een beetje pesto op gedaan. Tada. En dan zet ik ze in de oven. En dan ben ik heel erg benieuwd. Dan ben ik heel erg benieuwd of dit dus wat gaat worden. Nou, ik heb er dus pesto op de kaas gedaan. Volgens mij kan je het ook met mozzarella kaas doen of met geitenkaas of met brie. Volgens mij maakt dat niet zo heel veel uit. Het is gewoon een beetje improviseren wat ik nu doe. Ik heb de pesto erop gelegd. En als je denkt, waarom, hoe kan het dat al die tomaatjes zo goed blijven liggen. Nou kijk, ik heb op de andere kant, heb ik even zo'n, zie je dat? Een stukje afgesneden. Zodat ze dus wel allemaal gewoon blijven liggen en niet omvallen als ik dit er allemaal op heb gelegd. En nu ga ik ze dus in de oven zetten. En dan hoop ik dat dit lekker gaat worden. En anders was het leuk uitgeprobeerd, maar goed. Nou, daar gaan we. Tada! Blijf staan. Oké, even in de oven. Lucilla is nog steeds met de pop bezig. Een hele picknick. Ben je een picknicken met de pop? Oh, wat gezellig. En is hondje ook mee met de picknick? Oh, dat is gezellig. Hier hebben we ons rovertje. We noemen jou ons rovertje. Hier, dit is een woezeltje. En hier komt Pipje even koekeloeren. Hier komt Pipje even koekeloeren. Oh ja, jullie ruiken kaashanden, hè? Jullie ruiken kaas in mijn handen. Oh, boefies. En waar is Luan? Waar is Luan? Hier is Luan. Wat ben je aan het doen, jongen? Ja. Wat ben je aan het doen? Ik zet even een trippel. En daarna gaan we een loopje doen. Oké. Hey, en je wil ook nog memory doen, zie ik. Oh ja. Ja? Dan leg die even daar. Ja? Gaan we samen even memory doen dan? Ik ga kijken. Oké. Okay. Ik daar? Oké. Maar je hebt ze wel goed geschud dan toch, hè? Nee, dat heb ik niet gedaan. Nou, dan doen we ze zo schudden. Allemaal even op de kop. Allemaal op een rijtje. Bollen op een rijtje? Ja. Oké. En ook eentje boven. Ja. Dat mag ook. Ja, we moeten nog drie doen. Het is wel slim om ze op een rijtje te leggen. Dan kun je ze beter onthouden. Ja, hè? Ja. Hoe heb je dat geleerd? Oma. Oh. Toen ik oma aan mij ging oppassen. Oh, slim van oma. Nee, toen bij oma geen Rogero. Oh. Zit op de kop. En die. Nee. Dan ben jij weer. Het eerste heb ik je dan niet gezegd, hè? Nee. Maar daarna wel. Een kleren ook aan. De kleren moet dat ook nog. Maar als het blote buikje mag toch wel zien? Nee. Ja, maar Lucilla die kleedt altijd alle poppen uit. Dat kan ze wel. Alleen aankleden lukt ze weer niet. Nee. En de baby in de bedjes leggen. Dan doe ik één nachtlampje aan. Ja. En dan doe ik de deur dicht. Ah, zo anders is het. En ik doe een baby in een badje. Ga je baby in een badje doen?
En ja. Ik ga net de baby spelen. Ik ga net de baby flesje geven. Ik ga de baby eten geven. En ik ga net de baby wandelen. Mama hoeft helemaal niks meer te doen. Ja, maar heb ik wel een paar dingetjes mee helpen hoor. Die jij wel gewoon. Hé, mama, kom eens bij mama. Oh ja, eigenlijk gingen we een spelletje doen toch, mama? En wat ga je nog meer doen met de baby? Flesje geven. Uitkleden, denk ik, want dat kan je heel goed. Als ze s'avonds een badje moeten, kan je weer. En ik ga aankleden. Ja, ja. En ik ga uitkleden. Ik ga ook heel goed uitkleden. Jij kan heel goed uitkleden, ja. Echt super hulpjes zijn jullie hoor. Nee. Zo kan het ook. Nou ja. Oh. Papa mag ook even meespelen. Verder, mama gaat even weer over. Gaan we wel maar in je. Van Bollo. 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 Nou jongens, dit ruikt wel lekker. En het ziet er ook lekker uit. Hij komt niet. In het licht kijken. Ah, ik moet niezen. Zal ik hem uitdoen? Nee, ja, nee, jij moet hem juist aandoen, want dan moet je in het licht kijken en dan ga je niezen. Maar hij is weer weg. Ja, nou ja. Echt een bollenmerk. Wat ik dus wou zeggen, kijk. Ja, nou. Oh. Daniel is er ook weer eens in zijn skelettenpak. Ik ben weer thuis. Bollenmelk. Oh, zullen we lekker melkje drinken? Bollenmelk. Lekker. En het is nog een beetje heet. Silla, hou op. Niet de baby. Volgens mij moet dit wel een lekkere combinatie zijn. Dit is lekker. Dit is lekker, nu moet ik proeven. Echt? Met tomaatjes. Wil je proeven? Papa, wil jij proeven? Ja. Ik vind het een heerlijk groentehapje. Papa, wil je proeven? Kom maar, papa. Nee, normaal gewoon. Om één keer in je mond. Nu zit al die één keer in je mond, het is vet heet ook. Heel. Ik heb 3 happen genomen, zo'n kleine. Dat is toch heel? Verschil. Maar vind je hem lekker of niet? Vind je niks aan? Nee. Weet je nog wat dit betekent? Oké. Okay. Nee. Mijn water. Prima. Ja, vind je het goed of niet? Heerlijk. Voor mij vind je er niks aan. Mag ik er nog eentje? Kijk, hè? Nee, maar weet je waarom ik dat doe? Als gaat dat sap op mijn mooie thuispak. Dus dat is gewoon. Komt net als de was. Ja, vooral mooie thuispak. Lekker. Nou, dit is dus aanraden om na te maken. Duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Morgen weer kijken en belletje klikken natuurlijk. Au revoir.